Javier Guzman! Maar kan u dan van de gepocheerde zalm zeg maar een knakworst maken? Op een bedje van appelmoes. Sit-sitsu heet het. En dat is een combinatie tussen een denk- en een vechtsport. Dan komt ineens de gedachte bij je op om te gaan trainen. En daar vecht je dan tegen. Mag ik 3 bier, 4 wodka en een spa blauw? Zal ik er een teambad bij doen? Nee, ik zuip het hier wel op. Dit is waar gebeurd. Nogmaals, stonden er 5 marechaussee voor me met getrokken wapens. Blijf staan, je staat op de no-fly list! Trouwens, ik vind je programma's hartstikke leuk.